Hey, welkom bij Kovax. Ook zo benieuwd welke verschillende schuuroplossingen er zijn voor het verwijderen van allerlei onvolkomenheden, zoals imperfecties uit de blanke lak. Nou, vandaag zijn we in dit schadeherstelbedrijf en laten we zien welke nieuwe oplossingen Kovax heeft voor het creëren van de perfecte finish. We beginnen met het verwijderen van kleine stofpuntjes uit de blanke lak. Daarvoor hebben we nieuwe gotjes toegevoegd aan ons portfolio. Ik heb er zin in. Wellicht overbodig, maar ik ga het toch nog één keer uitleggen. Tolecut. Velen van u gebruiken het en wel bekend. Tolecut gebruiken wij om imperfecties uit de lak te halen. Afhankelijk van de grofte of de grootte van de imperfectie, kiest u de grofte van Tolecut waar u mee begint. Na het verwijderen van de imperfectie willen we het liefst zo'n fijn mogelijk schuurbeeld creëren. Hoe fijner we kunnen eindigen, hoe beter en hoe makkelijker het polijst is. Daarvoor gebruiken we ons Buflex. Droogschuursysteem met daarbij onze female-female interface pads. Dat maakt het schuurbeeld nog fijner. We gaan het laten zien. Zoals jullie hier kunnen zien, zit er een kleine stofpunt in de blanke lak. We gaan vandaag met de Tolecut 2500 op een lichtere kleur deze imperfectie in één stap wegschuren. Na kort schuren zie je de imperfectie naar boven komen. Een voordeel van droogschuren. Je ziet direct hoe ver je in jouw schuurproces zit. Om de plek zo klein mogelijk te houden, gebruik ik de Tolecut in circulaire bewegingen, zonder hierbij te veel druk uit te oefenen. De Tolecut heeft schuurkracht van zichzelf. Je hoeft dit niet te beïnvloeden door extra druk te gebruiken gedurende het schuren. De imperfectie is weggeschuurd met de Tolecut in één stap. Het is mogelijk om na deze stap te polijsten. Maar aangezien ik mijn polijsttijd wil verkorten, reduceer ik de schuurkracht met de Buflex K2500. Daarnaast is het van belang om de geschuurde plek mooi in de bestaande lakstructuur over te laten vloeien. Handmatig zou ook een optie kunnen zijn, maar machinaal geeft een meer uniforme schuurbeeld. Wat hebben we allemaal net gezien? Die kleine stofpuntjes verwijderen uit die blanke lak, op die zilveren motorkap, één stapje, Tolecut 2500, de schuurnaam met Buflex 2500 en we zijn klaar om te polijsten. Tip voor de donkere kleuren, ik zou nog altijd een keer met de Buflex 3000 naschuren. Het wordt een fijner resultaat en fijner betekent eenvoudig snelle polijsten. Dat was het voor vandaag. Graag jullie commentaar. Ik ben benieuwd, wat vond u ervan? Zijn er tips, zijn er tricks? Kunnen we het anders doen? Laat het ons weten, alsjeblieft. Voor de rest, thumbs up, like en subscribe. Subscribe, vergeet niet, subscribe. En ik zou zeggen, we zien elkaar snel.